Brabantus en Marcus nemen 13 ronden op, 14 ronden. En meteen van in de eerste ronde een ontsnappingspoging van Verhelle. Dat zijn de namen of de rugnummers van de 6 koplopers. Dat is met de laatste tijdopname een voorsprong van 35 seconden op de eerste achtervolger.
bedraagt 22 seconden. Met opdraaien richting aankomstplein, dan doet de voorsprong 22 seconden. Met opdraaien richting aankomstlijn bedroeg de voorsprong 24 seconden op de eerste achtervolger. 24 seconden. 22 seconden, dan kunnen we toch nog 32 seconden. Wauw op de doortocht, dat betekent straks nog twee ronden af te leggen. Drie ronden op 36 seconden van de zes rijders. Premier, nog twee ronden. Oh jongens, nog twee ronden. Twee ronden af te leggen. Haast en Willemsen, wat amateurs en Masters A betreft. En er is één Master B bij, dat is de Patrick Boga. Voilà, laatste ronde. Laatste ronde. Laatste ronde. Ronde. En de zes komt nog steeds met een de daarvan is Patrick Bogaerts vooraan tegenwoordig. Dat is dus sowieso de winnaar bij die Masters B. En dan hebben we nog Masters C. Daarvan zoeken de winnaar van beginnen. Dan kunnen we toch laatste ronde. Laatste ronde. Laatste ronde. Ja, de zes die gaan nog opletten. Maar ze moeten zich nog reppen. De spurt wordt ingezet bij deze. En dan zo dadelijk. Ja, is Rob Kreine die de zegen pakt. Rob Kreine.
En hier zullen we moeten zoeken naar de eerste Master 2. Bij de Master 2 is Patrick Hogaas die mee vooraan was. Hoogrijden. Voor de Master 2 zullen we de beelden moeten raadplegen om de eerste van hen te vinden. Ja, aan de man is gebleken dat de aanval de beste verdediging was. Vroeg in de wedstrijd aan de haal. En dan in die spurt met zijn zessen. Van ver werd de spurt ingezet. En Rob Kleine kreeg de kussen en de zoenen en de bloemen. Allemaal voor hem. En natuurlijk ook het applaus, dacht ik, hè? Ja, ja. Ze laten mee, liep hij ze allemaal achter zich. Goed, de Masters tegenman die mee vooraan was, Patrick Bogaerts. Patrick, zet je erbij. Voor jou nog een en ander extra ook. Voilà, en de zoenen. Oh, sorry. Hey. En nou, bij de Masters 2, Patrick Bogaerts. Met applaus ook voor Patrick Bogaerts. En bij de Masters C. En nog voor van hier net langs de wagen langs. Nog met een rugnummer nog een maar een beetje onduidelijk mag we niet. Luc, voor jou is dus ook het applaus, Luc van Hoor. Ja, dank dat wel. Heel erg. Goeie keer.